Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Enzo Knol. En dan denken jullie misschien, wie is die man? Daar komen jullie straks achter. Want ja, ik ben die man die de stem doet van, herken je hem? Anscho! Of weten jullie misschien wie dit is? Eén van de drie! Ohana betekent familie. Misschien komen jullie al op een idee, maar je komt er straks achter. Knol power! Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb voor de tweede dag op rij mijn haar gedaan. Ik ben benieuwd of jullie het nog steeds tof vinden. Want ik weet dat jullie gewend zijn dat ik altijd een pet op heb, maar dan ook echt gewoon altijd. In ieder geval, ik sta hier bij de nieuwe woning met nog steeds een bult puin. En we zijn nog steeds aan het wachten op de vergunningen. Het duurt maar, het duurt maar, het duurt maar. Maar we hebben wel de eerste vergunningen binnen en de eerste vergunning moet ik zeggen, niet vergunningen. We hebben één vergunning binnen en dat is dat we een boom mogen kappen. We hebben wel herplantingsplicht, dus we moeten dan sowieso weer een boom terug gaan planten. Maar dat is natuurlijk geen probleem, is ook beter, dus dat gaan we sowieso doen. Maar we mogen een boom weghalen en als het goed is heb ik het dan over deze boom. Die is blijkbaar nu... Oh, ik weet het trouwens niet. Ik moet het wel goed zeggen voordat ik iets zeg en mensen worden wild van oh mijn god, niet die boom, want die boom is te mooi of te groot. Marjan, welke boom was het? Allebei! Allebei! Holy shit, we mogen ze allebei weghalen. Ja, dus deze boom en deze boom. Dus voor de mensen die had gehoopt, oh liet die staan? Nee, allebei, sorry. En de reden waarom allebei de bomen worden weggehaald is omdat hier mijn studio gebouwd wordt. Maar er worden dus sowieso twee mooie bomen weer geplaatst. En kijk, komt daar ergens achter genoeg ruimte. Dus dat is heel erg nice. Ja, herplantingsplicht. Yes. Nou, precies wat mijn beeld zegt, hè? Twee boompjes moeten teruggezet worden. Precies die twee. Precies die twee. Waarom ik nu eventjes in een nieuwe woning ben, is omdat ik deze auto moet ophalen voor een APK-keuring. Dat moet natuurlijk elk jaar. Zo ook voor deze auto. Dus die gaan we even heen brengen naar de garage. En dan hoop ik dat er niks meer aan de hand is. Ik zou niet weten wat, want ik rijd er op zich niet zo heel veel mee. En ja, alles doet het gewoon nog helemaal goed en top. En hij is altijd netjes onderhouden. Dus ik ga ervan uit dat als ik hem heen breng, dat het zo gefixt is. Maar ja, je weet me nooit. En ja, je moet wel gewoon een APK-keuring hebben, anders krijg je een boete. Dus laten we hem maar even heen brengen naar de garage. Wow, 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 wow! Ik had verdomme de sleutel nog. Ja, je hebt de hele tijd piepen. Sorry, alsjeblieft. Anders zegt de auto namelijk sleutel niet gevonden. En wat je dan krijgt, dan krijg je de hele tijd ping, 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 ping. Ja, dat is echt heel irritant natuurlijk. Hé, hey, kus. Ga zitten. Doe poot. Goed zo. Ik ken deze hele hond niet, maar hij gaat gewoon zitten en doet poot. Doe poot. Goed zo. Ja. Yeah. Echt een hele mooie hond. Kijk dan hoe groot hij is ook. Ik heb niks in mijn zak. Ik heb geen snoepjes. Sorry. Dat die hond dan zo luistert in één keer, hè? Echt mooi. Dit is echt een grote hond, dit. Hij was gewoon aan het lachen. Ja. Hij was gewoon aan het lachen, hè? Ja. Ja. Opeens vond hij de camera eng. Eén keer ging hij zo achteruit. Oké, dames en heren. De auto die laten we hier achter. En dan later vandaag kunnen we hem ophalen. Meestal kan je op een APK-keuring wachten. Het duurt ongeveer een uurtje. Het kan zijn dat als ze hem invoeren, een auto in het systeem, dat ze dan een melding krijgen van hé, je moet een steekproef doen. Ik weet niet precies wat het inhoudt, maar dat werd mij verteld. Want dan wil het RDW, denk ik, wil dan weten of alles wel echt goed zit. En dat je niet zomaar een APK-keuring geeft, terwijl het helemaal niet mag eigenlijk. Dus zo'n steekproef is wel belangrijk van hoe lang het gaat duren. Maar sowieso is hij vandaag klaar. Als er tenminste niks geks met de auto is. En zoals ik al zei, ik verwacht het niet. Ik heb hem altijd netjes onderhouden en naar garage gebracht. Maar zoals ik al zei, ik verwacht verder geen problemen. De auto is altijd netjes onderhouden en die heeft gewoon elk jaar een APK-keuring gehad. Dus wat dat betreft moet het denk ik helemaal goed komen. De zon is echt fel aan het schijnen. Dus dan zie je ook de paarse kleur wat meer eruit komen van de auto. Dus dat is wel echt super dik. Maar wat een plaatje zo naast elkaar, hè. Oh, niet normaal. Ziet er gruwelijk uit. Echt heel vet. Dus de Batmobile laten we hier achter. En dan gaan we met de tank verder. Holy moly. Let's go. Myron, zit je vast? Ja. Ik weet niet waar die in moet. Wat?
Hoezo? Deze. Wat heb je daar? Een HDMI? Een HDMI. Ik weet wel dat het een HDMI is, maar ik kan het ingang niet vinden. Oké, ik ga je helpen, ja. Beeldscherm doet het niet. Irritant. Waarom heb ik dit al? Ik ga je helpen. Maar de bel gaat. Even kijken wie er voor de deur staat. Hallo? Hey, Matje! Waar is je koffer? Ja, in de auto nog. Alles goed? Ja, lekker met jou. Nice, ja, lekker man. Tijdje geleden? Zo, ja, het is fijn om weer thuis te zijn. Fijn om weer thuis te zijn, zeg ik. Ja, nou, nog steeds zo. Een joypakje over. Ja, wel een lekker outfitje hoor. Ja, lekker. Ik stond voor de deur. Ik denk, waar is mijn sleutel? Oh my god. Oké, ik ga Marvin even helpen met de beeldscherm. Maar we gaan in ieder geval iets leuks doen vandaag. Heeft Bas geregeld. En dan gaan we straks heen. En dat is in Almere. Maar dan ga je er straks meer over zien. Dat wordt zo vet. Nou, dat wordt echt heel erg geniaal. Ik ben echt benieuwd hoe het er ook uitziet. En ja, of we misschien daar gewoon iets leuks mee kunnen doen. Ik heb echt iets heel erg diks. En als het goed is, heb je het nog niet gezien. En het staat hier buiten. Je weet dat ik een Yamaha Aerox heb gekocht. Ja, zeker. Die heb ik ook geëdit. Maar bro, ik heb gisteren met Noël een nieuwe uitlaat eronder gezet. Ja? Ja bro, kijk, hij zit eronder. Ik heb hem ook nog niet laten zien aan de mensen in daglicht eigenlijk. Oh, met zijn terugloopuitlaat. Fucking sick, gek. Dik, hè? Zo. Wat de heck. Ja, hij maakt ook een heel ander geluid. En er zit hier een spiegeltje hier in plaats van erboven. Oh, dat is echt veel cleaner. Ja, dit is zo dik, bro. Dit ook. Dit is ook echt veel cleaner gelijk dat spat. Want dat had ik geëdit ook. Ja, dat spatbord. Dat het spatbord weg was, maar het ziet er echt veel beter uit. Ja, en zijstandaard in plaats van een bok. Oh ja, dat zou je ook doen. Wow. Dat is ook super chill. En dit is chrome nu. Dat was eerst helemaal zwart. Ja, en een nieuwe vering, schotbreken. Ja, die is zwart nu, dat is fucking leuk. Ja, ik zal hem daar even starten, ja, dat is wel echt dik. Oké, ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ik hoop dat die elektrische start goed. Oh, die auto heb ik ook nog niet gezien, gek hoor. Oh, joh. Nou, ga even naar de auto kijken. Ja, joh. Wow, dit ziet er zo clean uit. Vet, hè? Ja, holy fucking shit. Zo raar in één keer weer. Ja, in één keer krijgen we allemaal updates. Ja, joh. Oké, okay, komt ie. Ik hoop dat hij in één keer start, omdat hij dus buiten heeft gestaan. Bijna. Maar we zijn wel wat gewend met de Malaguti. Dus. Echt, hè? Zo. Als het goed gaat deze wel sneller aan. Ja? Oh ja, let's go. Let's go, let's go. Ik ben zo benieuwd hoe die klinkt. Ja, moet even een beetje warm worden, maar zo echt. Die uitlaat zo mooi, hoor. Ja? Ja, vind je niet? Ja, ik vind hem er vet uitzien, hoor. Ik vind het echt een dikke pijp. Nou, hoe die eruit ziet is zeker dik, maar ik ben ook benieuwd hoe die klinkt. Ja, we zijn nog lang niet klaar, want we gaan nog veel meer veranderen. Net zoals deze deksel die je hier ziet. Die deksel die wordt ook nog een andere kleur. Oh, dat is echt sick. En we gaan uiteindelijk de voorvork gaan we spuiten. En waarschijnlijk heb je het geen eens gezien, maar we hebben ook alle stickers eraf gehaald van de scooter. Ja, zo nice. Zij is zo helemaal clean. Zwart, mooi clean. Alleen de Yamaha stickers hebben we erop gelaten. Ja, zo nice. Ik zal even één keer in en weer rijden, dus je hebt het warm. Ja, ik ben echt benieuwd. Oh, je had achterzitje, hè? Zo ziek. Ja, dat is vet, hè. Kun je gewoon met z'n tweeën erop. Oh, dat chrome, jongen. Dat is zo lijp. Zo. Hij is zo dik. Het is wel vet geluid. Holy shit. Zo anders dan hier. Een soort geknetterachtig. Ik weet niet echt hoe ik het moet omschrijven, maar dat is dat. Ja, het is gewoon lekker twee takken. Ja, zo ziek. Ja, we zijn echt super blij mee. Maar ik zet hem wel neer, want we gaan er vandoor met de auto. Ja, fucking gruwelijk. Maar het is wel echt heel erg vet. Dus misschien later vandaag wil je nog even rijden. Ja, joh. Ik wou hem op je kont schieten. Ik dacht het niet te missen, maar het was bijna op je hoofd. Oh, Bas is ook weer terug hoor met zijn onhandigheid. Oh my god. Ik kan wel meten hoor. Ik kan wel meten hoe hoog ik schoot, zegt hij. Kijk dan. Oh mijn god. Nou, hoeveel meter schoot je? Ja, we moeten even terugkijken. Maar hij was bijna op je hoofd. Om Myron te zien voetballen is zo mooi. Kijk, kijk, kijk. Oh, oh, let's go Myron. Let's go. Oh, nice. Let's go Myron.
Oh, mooi passie hoor. Bas die heeft ook een nieuwe telefoon. En Bas die heeft als achtergrond een hele vette Lamborghini Urus. Kijk eens even. Maar dat is niet de mijne. Dus ik zei tegen Bas, wacht, ik stuur je wel even een goede foto die als achtergrond wil. Paars heb ik wel zitten. Ja? Okay, ik zal je een goede sturen nu. En die kan je dan als... Ik ben benieuwd welke je gaat sturen, want je had er wel veel. Even kijken, erop. Er één gestuurd van allemaal. Ja, je zal ik accepten. Ja. Ik had al gezien. Deze ga ik er ook echt op. Even kijken, gebruik als achtergrond. Beide. Hier, druk eens op de lock. Hey, die is mooi. Ik had hem op Insta zien, die foto. Ja, ik hou me gewoon ook op. Het is mijn moeder die op de auto ligt. Nou, leuk hoor. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, eerlijk, dit is wel veel dingen. En dan heb ik het over de auto, hè? Niet over oh. Als ik hier wat en dan deze komt, wat zeg jij nou? Nu ik zo aan het rijden ben op de snelweg en ik zo zie hoe hoog zo'n windmolen is. Oh my god, daar hebben wij gewoon opgestaan. Bovenop zo'n windmolen. Als ik het nu zo zie, dan zou ik denken van, oh, dat wil ik nog wel een keertje doen. Maar als ik dan daar weer sta, beneden, pal onder zo'n windmolen, dan weet ik zeker dat ik zoiets heb van... Nou, het zag er leuk uit toen ik in de auto zat, maar nu ik er zo ben, dan komt het wel in één keer heel dichtbij en dan besef je echt hoe hoog en hoe groot het is. Maar het meest zieke is dat die wieken zeg maar nu helemaal niet zo groot lijken. Als je daar bovenop staat en je kijkt omhoog naar zo'n wiek, dan is zo'n wiek zo groot. Dat is niet normaal. Wat was het nou, 60 meter? Ja, nog 60 meter, wiek? Ja. Echt ziek hoor, gewoon 60 meter, drie van die wieken. Echt niet normaal. Echt bizar. Heel vet. Dat was echt een van de mooiste ervaringen ever. Gewoon het uitzicht en wauw. Ja. Dat was gewoon echt spanning en zo. Toch is de spanning dan wel heel erg leuk of zo. En als je het daarna dan gedaan hebt, dan heb je zoiets van oh jee. Oh jee. Ja, dat was echt zo leuk. Ja. Echt niet normaal. Daar gaan we. Dan gaan we naar binnen bij Bob Sound. Ja. Dit is uw studio. Wow. Mag ik trouwens je zeggen? Ja, je, alsjeblieft. Oké. Okay. Zo zie ik. Zo, ja. Welkom. Zo heb ik er nog een. Dus dat, eentje die is nog groter. Die heb ik van een vriendin gekregen. Oh, die van vrienden voor mijn verjaardag gekregen. Want even voor de duidelijkheid voor de mensen die nu de vlog kijken. Bob, je spreekt stemmen in? Of ja. Ben je een voice actor? Of hoe kan je het omschrijven? Ik werk eigenlijk mijn hele leven al met mijn stem. Op alle mogelijke manieren. Dat begon al bij de blindenbibliotheek. Nou, eigenlijk begon het nog eerder. Want ik heb ook met vrienden op de lagere school, op de middelbare school, heb ik ook radioprogrammaatjes en dat soort dingen ingesproken. Maar dat het echt mijn beroep werd, toen was ik 22. Toen werd ik voorlezer bij de Nederlandse Blindenbibliotheek in Den Haag. Okay. En daar ging ik dus boeken en tijdschriften inspreken voor blinden op geluidsband. En toen kwam er een beetje achter, of toen kwam je er een beetje achter van, mijn stem vinden ze prettig, misschien moet ik daar wat meer mee doen. Nou ja, weet je, het kwartje viel wel, want bij die blindenbibliotheek hadden ze ook heel veel aanmeldingen. Okay. En ik werd toch uit iets van, ik geloof 36 mensen of zo, toen gekozen. Dus toen dacht ik al, hé, ik kan blijkbaar iets met die stem. Ja. Dat ontdek je dan. En dat balletje is doorgerold, want ik leerde bij de blindenbibliotheek weer iemand kennen die in Hilversum actief was. Okay. En die zei van, goh, ik vind jouw stem wel iets om documentaires in te spreken. Zou dat wat voor je zijn? Oh ja. Ik zeg, ja, tuurlijk, maar ik ken daar niemand. Ze zegt, ja, maar ik wel. Ja. Dus zij bracht mij toen in contact. En ja, dat balletje ging rollen. En dus het allereerste wat ik zo halverwege de jaren 80 ging doen in Hilversum was het inspreken van films, van series. Okay. En toen dacht ik, nou, als dit lukt, dan lukt er misschien nog meer. Dus toen ben ik bandjes gaan sturen aan diverse omroepen. Je had toen nog geen commerciële omroepen. Okay. En dus nog bandjes? En het waren gewoon cassettes, inderdaad. Ja, moet je voorstellen. Ja, opa vertelt een beetje natuurlijk. Dus dat ging naar de NCRV, de KRO, de AVRO. En zowel de AVRO als de KRO, die hadden belangstelling voor mij. Okay. Dus ik denk, nou, dat gaat goed. Ja. De KRO, die belde net een week eerder. Dus toen ben ik daar begonnen. Ja. En ik heb 27 jaar lang radioprogramma's gepresenteerd. Oh, wow. Bij de KRO op diverse zenders, vooral Radio 4. Okay. Daar vonden ze mijn stem bij passen, denk ik. Dus de klassieke hoek. En dat heb ik tot een paar jaar terug heb ik dat volgehouden. Oké, okay. Maar iets... Maar. Maar, ja, dat is een maar. Maar. Maar iets waar, want ik denk sowieso dat voor de wat jongere kijkers, dat die, ik denk, luisteren sowieso niet zoveel klassieke muziek of radio of misschien weten sommigen geen eens wat bandjes zijn. Als we dan
gaan naar de tijd van nu en wat er zich afspeelt of heeft afgespeeld de afgelopen jaren op tv, dan is er één serie die voor heel veel mensen heel erg herkenbaar is. En het is een stemmetje die Bas probeert na te doen. Ja, ik doe altijd, hallo, ik ben Dr. Doran Smit. En dan gaan we naar de originele en dat is... Hansko! En zo Knol en Bas en ook nog Miron, allemaal hier in de Bobsound Studio. En hij staat daar met zijn Florinator, mij te filmen. Hoe moet dat aflopen? Het lijkt echt alsof ik gewoon nog Phineas en Ferb aan het kijken was. Ik denk dat je ogen dicht doen, hè? Zeker de lampjas aantrekken. Want kijk, kom even kijken. Oh my god, kom even kijken. Hier hebben we Dr. Dovenschmerz Duistere Studio. Misschien dat ik dit moet neerladen, dat de camera het wat beter kan zien. Kijk, want anders krijg je natuurlijk die reflectie van het licht daarin. Nou, dit heeft een vriend van mij ooit voor me gemaakt. Geniaal. Die jongen die heeft deze tekening gemaakt. Hij had eigenlijk een lange witte jas voor je mee moeten nemen. Ja, zoals bij deze tekening die ik weer van een andere vriend heb gehad. Oh ja. Heeft hij mij een beetje gedovenschmeerd door zo'n lapjas te doen. Ja. Met nog een paar van mijn andere karakters. Want ja, dat vertelde ik dus niet daarnet. Maar vanaf 88 ben ik ook rollen in tekenfilms gaan doen. Er zijn dus meerdere stemmen die u gedaan heeft. Oh. De eerste waren die drie daarboven. Echt? Klik, in de serie DuckTales. Wat? Dat was mijn debuut als stemacteur. Geweldig. Kwik, Kwak of Kwak? Of was het alle drie? Alle drie. Echt? Alle drie, ja, dat hoor je vaker. Dat sommige stemacteurs of actrices, die hebben dan iets ingesproken. En volgens mij is dat hetzelfde bij die vrouw die Ash inspreekt van Pokémon. Krista Lips. Krista Lips, die doet volgens mij ook meerdere stemmen die Pokémon-serie. Dat waarvan je denkt van, is dat dezelfde stem? Dat is zo knap. Er zijn natuurlijk bepaalde dingen waar je rekening mee moet houden. Want net zoals dat Cristiano Ronaldo, de voetballer, die heeft zijn benen verzekerd. Jennifer Lopez heeft haar kont volgens mij verzekerd. Ja. Maar gewoon met zo'n kont. Ja. Maar nu heb je zelf natuurlijk rekening mee te houden met allerlei verschillende warming-up. Wat denk ik belangrijk is. Of misschien soms niet als je het gewoon even snel doet. Maar ja, drink je dan ook veel thee met honing? Of zijn er bepaalde dingen waar je rekening mee houdt, waar je anders mee om moet gaan? Of? Nou ja, mensen vragen wel eens, heb je je stem verzekerd? Of wat doe je daar eigenlijk mee? Ja. En ik heb eigenlijk altijd tegen alle regels gezondigd. Okay. Ik heb me nooit ergens aan gehouden. En ik let ook helemaal niet op of ik wat genoeg aan heb als ik naar buiten ga. Ja, ik heb al ooit een arbeidsongeschiktheidsverzekering gehad. Okay. Maar dat kostte me kapitalen. En toen dacht ik, ja, maar stel je voor dat ik mijn stem niet meer zou kunnen gebruiken. Dan kan ik er vast nog wel iets anders doen. Dan kan ik regisseren. Dat heb ik trouwens ook gedaan. Okay. Of ik ga schrijven. Of weet je, je kan altijd... Dus gewoon lekker gelezen en gekeken hoe het ging. Al die verzekeringen. Oké, nou hartstikke leuk. Fijn dat we in ieder geval mochten komen. Ik vind het hartstikke leuk. En je hebt de studio nog niet gezien, hè? Nee, neem ons verder mee. Dit is alleen maar de regie. Neem ons verder mee als Dr. Dovenschmidt. Kom even kijken. Oh my god. Maar ook kwik. Dit is mijn man cave. Hier gebeurt het. Hier worden alle inators tot ontwikkeling gebracht. Nee, wel gebeurt is, hier wordt muziek gemaakt, want het is eigenlijk bedoeld als muziekstudio. Want zingen heb ik ook altijd gedaan. Nou, daar ben ik dan niet heel professioneel mee bezig geweest in de zin van continu platen uitbrengen. Okay. Maar ik kan het niet laten. Mijn vader was zanger, saxofonist en klarinetist. Oh, wat leuk. Dat staat er wel mooi bij. Even de belichtinator aanzetten. Super gaaf, hè? Hier zie je ook foto's hangen. Dit was mijn vader. Die houdt hier ook zijn klarinet vast die hier in de vitrine staat. Oh, dat is wel heel gaaf, ja. De saxofoon die hier ook staat. Deze foto is 1960. Dit zal vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn. Toen was die Hawaiian muziek heel populair. En deze groep heette de Mad Monsters. Het niet van een vreemde, dus. Dat is ook weer mijn vader. Heel gaaf hoor. Oh, dat is ook echt gaaf, dat beeldje. Ik zie ook nog een heel kleine Stitch in de vitrine staan. Die heb ik hier van een vriend gekregen. Heb je Stitch ingesproken? Ja, ik ben Stitch. Serieus? Ja. Ik ben Alacrista. Wow! Ja, ik zag daar ook een Stitch. Wat? Die heb ik zoveel gekeken ook. Oh. Ja, je hebt wel ongeveer de Stitch-leeftijd natuurlijk. Ja, zeker. Ik heb Stitch gekeken. Nou, sowieso Phineas en Ferb. Ook al moet ik wel zeggen dat ik heel erg slecht ben in liedjes onthouden, intro's. Ja. Ik heb ook een eigen intro, die vergeet ik ook gewoon heel vaak. Dus daar ben ik heel slecht in. Jullie kunnen bijvoorbeeld doe eens even. De hele intro? Ja, de hele intro. Oké, komt-ie. En dan ben ik benieuwd wat voor cijfer je de intro geeft die ze gaan zingen. Maar het kan zijn dat ik soms een stukje vergeet. Oké, maakt niet uit. Oké, daar komt-ie. 3,
2, 1. Er zijn 104 dagen zomervakantie voor de school weer gaat beginnen. Maar het grootste probleem is waar we nu eens mee zitten, is dat we iets moeten verzinnen. Bijvoorbeeld bouw een raket, een mummie gaan slaan, de Eiffeltoren op, dingen bedenken die echt niet bestaan. We stoppen een aap in het zop. Over de golven gaan, de wetenschappen staan op zoek naar Frankensteins brein. Je ziet een dode staan. Je ziet een dode staan, je brengt een verfje aan en houdt je zus voor de gek. En zoals je ziet valt er niks te vervelen totdat de school weer begint. We zijn vast, want Phineas en Ferb gaan samen door het lint. En weet je wat nou zo grappig is? Die tekst heb ik geschreven. Echt? Serieus? Ja, natuurlijk, ja. Het is een bewerking van de originele Amerikaanse tekst. Ja. Maar ik had wel een vertaling gekregen. Daar was ik niet zo gelukkig mee, want die paste niet helemaal lekker en ik vond hem niet grappig. Dus ik heb hem eigenlijk helemaal opnieuw geschreven. Wow. En dat is deze tekst. Wow, dat is geniaal. Die Sam, dat is Lisa mijn Limbot. Maar had je dat bedacht, die tekst? Ja. Echt? En wat ook, waar ik ook wel stiekem een beetje trots op ben. Wat doe je? Ja, van Isabella. Ja. Wat Isabella altijd tegen Phineas zegt, want zij was hartstikke verliefd natuurlijk op Phineas. Die grap, die heb ik ook zelf ingebracht. Ik heb het eerste jaar de regie gedaan van Phineas en Ferb. Wow. En ook de acteurs gecast voor alle rollen. Leuk. Superleuk, maar wel mooi dat je dan ook... Ik heb zeg maar de fundamenten gelegd voor de Nederlandse versie. En na een jaar is dat overgepakt door Hilde de Milt. Die is er toen gaan regisseren. Dat is een geweldige regisseur. Okay. Want ja, ik moest zelf ook geregisseerd worden. Ik had mezelf dus gecast. Oh, ja. Ja. De rol van Dr. Dobbins. Ja, precies. En dan heb ik een vraag. Want zoals heel veel mensen weten, en eerst niet, maar door Phineas en Ferb, dat puntje van je schoenveter en nestel heet. Ja. Maar is dat een verzonnen woord door Phineas en Ferb? Of is dat echt een bestaand woord en Phineas en Ferb heeft het bekendgemaakt? Volgens dat laatste. Volgens mij is het een bestaand woord. Het bestaat echt. Alleen niemand had er ooit bij stilgestaan hoe dat heet. Nee, precies. Dus het puntje van je veter. Dat harde stukje. Dit dingetje. Dat harde stukje, dat heet een nestel. Dat heet een nestel. En dat kwam dus bij Phineas en Ferb naar voren. Ferb naar voren. Ik wist het ook niet. Er was een liedje over. Ja, daarom. Ik heb dat door mijn jeugd gewoon. Maar even om de mensen nog wat op de hoogte te houden van hoe het een beetje gaat. En daarom ga ik ook even een vraag stellen. Maar ken je Angry Birds? Ik heb ervan gehoord. Ja. Die gele vogel, die heb ik ingesproken. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Want ik heb op een gegeven moment ergens gelezen dat jij ook een rol zou doen. Ja, cool. Ja, super cool. Ja, echt super gaaf. Dus daar ben ik echt ontzettend trots op. En vind ik heel cool. Hoe vond je die ervaring? Ja, vond ik super leuk. En ik heel veel dingetjes die je zegt, die komen dan ook herkenbaar voor. En al helemaal het stukje dat er tekst vanuit Amerika of in ieder geval het buitenland wordt aangeleverd. En zeg maar echt plat wordt vertaald. Dan heb je soms dingetjes die net niet lekker in sync lopen. Klopt. En dan word je inderdaad geregisseerd. Dus aan de andere kant van het raam. Want je zit in een hele dichte studio. Alles moet gewoon stil zijn. Krijg je dus te horen van, hey Enzo, we vinden dit stukje niet zo lekker wat we hebben aangeleverd. Wil je dit eens proberen? En dan ga je gewoon een beetje op die manier een beetje puzzelen. Klopt. En dan uiteindelijk kom je dus met iets. Maar het kan ook zijn dat je in plaats van gaat puzzelen, dat je er iets heel anders van maakt. En dat heb je dus gedaan met ook die intro. Klopt, helemaal. Wow, dat ja, is super leuk. Gaaf. Ja, want dat is echt wat leuk. Ik vertelde net over de wat doe je. Ja. Dat was oorspronkelijk gewoon vertaald, omdat wat doe je is geen goed Nederlands. Dus dat was gewoon vertaald met wat ben je aan het doen? Oh ja. Oh ja. Maar in het Engels zegt dat meisje echt zo van, what you doing? Echt in zo'n... Oh ja. Oh ja, 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 ja. Als een soort slogan. En toen dacht ik, dat is een gimmick wat steeds terug gaat komen. En dan moet je niet zeggen, wat ben je aan het doen? Ik zei tegen Lisa mij, nee, weet je wat? Zeg maar, wat doe je? Ja, dat is geen goed Nederlands. Ik zeg maar, het klinkt grappig. Ja, dus we gaan het gewoon doen. Geweldig. Ja, en dan echt, op een gegeven moment dan kom je in een kroeg en dan hoor je links en rechts. Wat doe je? Ja, ja. Oh, ben je daar, Perry? Ja, ja. Ook zo'n prrr. Wie heeft dat ingesproken? Prrr. Dat is gewoon de Amerikaanse stemacteur. Oh, ja. Dus ook een van de mensen volgens mij die de serie heeft ontwikkeld. Okay. En dat is alleen maar een geluid. En als je alleen een geluid hebt, dan kun je het originele geluid laten staan. Ja. Ja, en vaak... Als iemand tekst heeft, dan moet je natuurlijk nasynchroniseren. Ja. Ja, en ik heb ook begrepen dat vaak is het zo dat sommige filmproducenten, ik weet niet hoe dat is bij series, die hebben dan ook een soort van eis dat ze bepaalde sound effects willen laten staan zoals het is. En die mag je dan ook niet veranderen. Ja. Ik weet niet hoeveel vrijheid je er zelf in kreeg bij verschillende series.
series. Tenminste, wat ik heb meegemaakt is dat... En ik heb echt maar een paar hele kleine dingetjes gedaan. En de grootste voor mij is dan de gele vogel. Ja. Maar heel vaak mochten we aan dingetjes niet komen. Dan moest dat in zijn origineel blijven. Ja, dat, soms wordt dat dus meegegeven door de filmproductiemaatschappij. Van nou, dit willen we echt houden. Ja. Maar ik moet zeggen, bij Phineas & Ferb hadden we best wel veel vrijheid. Ja, dat is echt het leukste, lijkt me. Nou ja, weet je, dat klinkt dan heel erg arrogant. Maar toch, als je een Nederlandse versie maakt van een serie, is het uitgangspunt, we willen dat het beter wordt dan het origineel. Dus natuurlijk, kan niet. Ik bedoel, het origineel is het origineel. Ja, ja, ja. Maar er zijn altijd kleine dingen dat je denkt, oh, dat was eigenlijk niet helemaal sync. Of ik mis daar een geluidje, of ik mis een dingetje. En dat kunnen wij dan toch nog toevoegen. Ja. Dus je hebt wel de kans om het misschien nog ietsje mooier te maken. Ja, superleuk. Echt heel erg gaaf. Oh, maar Lilo Stitch. Lilo ja. Stitch is ook echt... Ja, zeker. Ja, die Stitch is voor mij echt een belevenis geweest. Want die heb ik in 4 landen gedaan. Oh, echt? Hij zegt eigenlijk ook niks, toch? Het is... Nou, hij praat alien en hij maakt heel veel geluiden. Ja. Maar goed, er zijn toch wat zinnetjes natuurlijk in de taal. Ja. En het was blijkbaar heel erg moeilijk om daar iemand voor te casten in een aantal andere landen. En ik ben nou, sowieso 3-talig opgegroeid. Nederlands, Engels, Duits. Ik heb er later Italiaans bij geleerd, al op jonge leeftijd. Omdat mijn zus naar Italië verhuisde. En ik dacht, nou, die blijft daar en die krijgt kinderen. Zo is het ook gegaan. Oh, ja. Oké. Okay. Dus ja, wat er gebeurde was, ik had de Nederlandse gedaan. Toen belde Arnold Gelderman mij en die zei, Bob, jij hebt toch iets met Duitsland? Ik zeg, ja, ik ben er geboren en deels opgegroeid. Denk je dat je de rol van Stitch in het Duits zou kunnen doen? Jawel. Hij zegt, want ja, er zijn wel 32 Duitse acteurs afgewezen, omdat ze vinden dat het geluid niet matcht. Oh, wow. Ik zeg, nou prima joh, ik kom naar Berlijn. En dat heb ik gedaan. Oh, leuk. Toen zat ik in Berlijn, toen ging de telefoon weer. Kwamen ze uit Brussel. Allee, hebben we gehoord dat u ook de Duitse versie hebt gedaan. En je ziet er ook een kans in dat u misschien de Vlaamse voor uw rekening zou kunnen nemen. Ik zeg, nou ja, ik spreek geen Vlaams, maar ik ben wel een soort papegaai. Dus als jullie een regisseur hebben die het voordoet, dan imiteer ik die klanken wel. Ja, goed, ja. Al moet het in het Chinees. Dat gaat lukken. Ja. Ik vond dat wel de moeilijkste. De Vlaamse was de moeilijkste, want dat zit zo dicht bij het Nederlands. Ja. Kan me voorstellen. En dan zijn sommige dingen net niet goed. Vaak was de vertaling hetzelfde, maar dan deed ik Stitch. Hij zit op een gegeven moment heel zielig en alleen in een bos met een boekje van het lelijke jonge eendje, hè, zo dat sprookje. En dan zegt hij in het Nederlands, alleen. En dat stond in het Vlaams ook. Ik denk, nou, makkelijk. Alleen. Nee, is niet goed, hè? Is niet goed, zegt de regisseur. Ik zeg, hoezo? Niet goed? Ja, kijk, in het Nederlands is alleen is een dubbelklank. Maar in het Vlaams is het een enkele vokaal. Is het alleen. Oh ja. Alleen. Ja, shoot. Oh, wow, geweldig, ja. Maar zo is het wel. Ja. Nou ja, en toen heb ik zelf het hoofdkantoor van Disney gebeld en gezegd van, goh, niet om het een of ander, maar ik spreek Italiaans. Tot op zekere hoogte, je moet mij niet de film laten inspreken, dat kan ik niet goed genoeg. Maar zo'n rol, ik denk, nou, dat doe ik wel. Ja. Ja, we hebben al iemand op het oog in Italië, maar wel fijn om te weten, want het is een moeilijke rol. En een week later werd ik gebeld uit Rome van of ik wilde komen. Heel gaaf, echt heel erg gaaf. En van, ja, ik denk dat echt de moeilijkste vraag is en misschien is die geen eens te beantwoorden, maar van... Oh mijn god. Ja, IT heb ik ook gedaan. Nee. Wow. Ja, dat was in hetzelfde jaar dat... IT gedaan. Hebben jullie zus toch bij? Daar heb ik moeten huilen. Ja. Oh, ik heb zo erg moeten huilen. Film. Hebben jullie in het Nederlands gekeken? Want ik heb die volgens mij gewoon in het Engels gekeken. Ik zou het serieus niet kunnen herinneren. Maar dan moet je even zijn stem horen als die jou eraan herinnert. Ja, want IT maakt ook heel veel gekke geluidjes. Van haar. Oh, ik krijg gewoon tranen in mijn ogen. Dat vind ik zo gaaf. Het was hetzelfde jaar als Lilo en Stitch. Toen had ik dus Stitch gedaan. En Stitch is een alien. Ja. En toen dacht de regisseur die de Nederlandse versie van E.T. zou doen. Ja. Die dacht, nou, als hij die alien kan, dan kan hij die andere ook. Wow. Ja, want ik zie hier dus een poster hierachter. Ja, die is een beetje verstopt daar. Van E.T. Die is een beetje verstopt. Maar ik dacht in één keer van... Zie ik dat nou goed? En ik zag het goed. En het is gewoon E.T. Maar terug te komen op mijn vraag. Is er iets wat je hebt gedaan qua serie, qua iets wat je hebt ingesproken, dat je denkt, ja, dit is echt een uitblinker. Is dat dan echt Dr. Doversmit, omdat je daar zoveel zelf eigen input aan hebt kunnen geven? Of heb je iets anders dat je denkt, daar ben ik echt het meest trots op? Of ja, kan je dat niet beantwoorden? Weet je, De Neefjes was fantastisch. Stitch was natuurlijk heel bijzonder vanwege ook in al die landen en zo. Ja. Maar Dr. Doversmit, dat was voor mij echt
ja, hoe moet ik dat zeggen, de hogeschool van het inspreken van de nasynchronisatie. Want het is, nou ja, lappe tekst. Want het lult maar door. En dan druk, druk, druk. En dan ineens weer helemaal vertragen. Ineens helemaal versnellen. Dan ineens heel, heel klein. En dan ineens... Dus het gaat van het ene uiterste naar het andere. En dat is voor een stemacteur is dat heel uitdagend. Maar extra leuk ook dat... Er tosties binnen. Die door mijn lieve René gebracht worden. Ja, we kwamen hier aan. En Bob woont hier privé met zijn man. Oh. Dus we hebben het huis niet gefilmd. Maar we kwamen hier aan. Oh. Wow. Oei, oei, oei. Nou, jongens. Het ziet er heerlijk uit. Bijna het eerste wat gevraagd werd is... willen jullie tosties en wat lekker drinken? We hadden zoiets van, oh, dat is wel lekker, ja. Ja. Dus kijk eens aan. Heel lief, dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik wil er nog twee brengen, zo. Ah, super lief. Oké. Dankjewel. Ja, je had het net over huilen om E.T. Ja, ja. Maar er is één rol, daar heb ik zelf met tranen in mijn ogen heb ik dat ingesproken. Oké. Ik heb ook de stem van Dobby gedaan. Oh, nee, Dobby! Nee, dat is... Dobby, die is zo sok. Van zijn sok. Die doet zo zijn sok geven aan... Dobby! Dobby! Je laat de telefoon vallen, alles. Ik ben echt groot Harry Potter fan. Ik heb alle delen, denk ik, wel 5 keer gezien. Van Harry Potter. Harry Potter's gedaan. Ja, Harry Potter is zo... Dobby weet je wel, schat. Dat is het elfje, die ook weer helemaal op de kamer is en zo. Ja, is dat ook de Dobby die, zeg maar, bij die goudmijn... dat ze met die car naar binnen gaan? En daar zie je ook Dobby. Jij bent in de war met The Lord of the Rings. Ja. Nee, want je hebt bij Harry Potter heb je ook zo'n goudmijn. En dan zie je ook die L in zo'n... hebben ze zo'n soort toonbank. En daar zit dan iemand achter. En dan willen ze... Hagrid die wil dan iets van geld doneren van Harry zijn spaarrekening. Dat is in die bank. Dat zijn allemaal van die kleine elfjes. Maar Dobby lijkt daar wel op. Inderdaad. Oh, nou, dan ben ik wel in de buurt. Maar... Oh my god. Oh, die. Wow. Ja. Ja. Maar volgens mij... Het voor hele knappe figuren. Aliens en monsters. Maar van waar het huilen bij het inspreken van die stem? Nou, weet je, in tegenstelling tot de boeken van Harry Potter... verschijnt Dobby maar in 2 films. Dat is een beetje jammer, ik had hem heel graag vaker willen doen. En dat is deel 2, het geheim, de geheime kamer. Ja. En 7a, dus de op 1 na laatste film. En dan gaat Dobby dood op het strand. Ja. Oh. Ik weet niet of ik dit wel mag zeggen, want dan verpest ik het voor mensen. Spoiler! Spoiler! Ja, sorry. Dit heb je niet gehoord. En dat is zo'n mooie scène. En dan weet je, ik zit te kijken naar een 3D-animatie. Maar het is zo prachtig gedaan dat de regisseur en de technicus en ik, alle drie. Oh, ja. Ik moest echt even stoppen van, ik moest me even hernemen. Je doet natuurlijk zo'n scène een aantal keren voordat het helemaal perfect erop staat. Wauw, dat is wel echt bijzonder, ja. Weet je wat het is? Real life scènes, zoals Harry Potter is natuurlijk live action, is het moeilijkste wat er is. Omdat echte monden, ja, die bewegen natuurlijk veel genuanceerder dan zo'n getekende kwek die op en neer kleppert. Snap ik. Dus daar wordt extra veel zorg aan besteed, extra veel tijd. Maar Edward Rekers, die dat heeft geregisseerd, heeft dat zo fantastisch gedaan. En hij had ook goede mensen uitgekozen daarvoor. Weet je, er wordt nog wel eens een beetje smalend gedaan over Nederlandse versies van films. Maar je moet niet vergeten waarom dat gedaan wordt. Om het toegankelijk te maken voor kinderen die dat Engels nog niet goed verstaan. Of die je niet moet opzadelen met ondertitels die je allemaal moet lezen. Ook al moet ik ze wel zeggen dat ik vind het wel. En dat is dan iets wat ik zelf heb meegemaakt. En dat vind ik dan wel echt irritant. Als ik in Duitsland ben en ik doe de tv aan. Maakt niet uit wat je ziet. James Bond. Spider-Man. Alles. Alles wat je ziet is Duits. Ja, het is een veel groter taalgebied. En dat resulteert erin dat... er ook veel meer geld is om te kiezen voor, wil je ondertiteling of wil je nasynchronisatie? Okay. Nasynchronisatie is veel duurder dan ondertiteling. Okay. Ik heb samen met een hele groep creatievelingen een documentaire gemaakt, die heet Sync. Okay. Daar hangt de poster. Ja. En die gaat over de wereld van de Nederlandse nasynchronisatie. En daar komen al dit soort aspecten komen daar ook in naar voren. Is het vrij recent of is dat al een tijd geleden? Die is 5 jaar geleden gemaakt. Hij is een beetje een tijd op de plank blijven liggen. Dat heeft te maken met issues over rechten van fragmenten die erin zitten. Okay. Maar mijn bedoeling is wel om hem binnenkort toch weer te releasen, zeg maar. Okay. Ja. Ah, dat is wel gaaf. Ja. Nou, ik ben helemaal versteld van alles wat maar ik hoor. Ik heb nu Dobby nog niet gehoord, maar volgens mij heb ik
alle Harry Potters altijd in het Engels gekeken. Maar ja. Dobby klinkt dan was je al wat ouder en kon je dat Engels waarschijnlijk al goed volgen. Ja, ik kies eigenlijk bijna altijd wel voor de Engelse variant. Ja, Engels en dan Nederlands ondertiteling. Maar ja, niet bij Phineas en Ferb. Nee, maar die was ook niet in het Engels. Die was er niet in het Engels. Nee. En wat dan zo grappig is, als je dan eenmaal gewend bent aan die taal en aan die stemmen, dan wil je die andere stemmen ook niet meer echt, horen. Hoor. Nee, dat klopt. Hebben wij nu met Squid Game gehad. Dat is een Japanse of Chinese variant. En Koreaans. Ook Koreaans. Hebben we Koreaans gekeken. En als ik nu Engels zie, dan denk ik echt, nee, dat klopt niet. Terwijl ik hem best op Engels heb gezet. Alleen dat liedje, weet je wel, als die pop omdraait, dat heb ik echt voor op Koreaans gezet. Omdat dat bekend is natuurlijk. Ja, en weet je wat ik dan heel erg heb? Ik heb dat heel erg bij Pokémon. Ik ben echt een groot Pokémon-liefhebber. En Pokémon heb ik altijd in het Nederlands gekeken. En als ik het in Engels kijk, vind ik gewoon niet leuk. Nee, dat is gewoon niet leuk. Terwijl ik het altijd alles... Engels vind ik echt een van de fijnste talen die er is. Zowel om te spreken als te horen als te zien. Maar Pokémon gewoon moet in het Nederlands. Ja. En als ik het in het Engels hoor, dan vind ik gewoon nee. Ja, daar ben je dan eenmaal aan gewend. En ook al is het niet altijd helemaal correct, hè, want het kan nooit echt helemaal perfect zijn qua praten. En zo, toch heb ik zoiets van, als ik het in het Nederlands hoor, vind ik het toch het fijnst. Ja. Maar het is ook bij Phineas en Ferb hetzelfde, 100%. Ja. Zo werkt het gewoon. En kinderen wennen aan dingen. En kinderen willen ook herhaling. Hè? Ja. Ja, ik weet, in DuckTales had ik de stemmen van Kwikwek en Kwak gedaan, in alle 100 afleveringen. Toen kwam DuckTales The Movie, en toen was er een van de Pipo in Amerika, die even wilde laten merken dat hij wat te vertellen had. En die zei van, ja, de hele cast mag nu DuckTales The Movie doen, behalve die man die de stemmen van Kwikwek en Kwak, want het lijkt niet genoeg op het origineel. Nou, al die stemmen, geen van al die stemmen lijkt op het origineel, dus het is toch allemaal weer anders. Maar... volgens mij zat het ze dwars dat het in Nederland door een man werd gedaan, in alle andere landen door een actrice. Ah, zo. En Arnold Gelderman, de regisseur, zei: hallo, het zijn drie jongetjes. Ja. Wij vinden het juist zo leuk dat we een acteur hebben die zo hoog kan met zijn stem. Kan je dat eens doen? Die woont tegen de Mirjam, wat leuk, alle kwakels. Wow. Heb ik zomaar het team van Enzo op bezoek. Nou. Ben ik wel in het Nederlands gekeken. Ja, dit is, Ik was ook alleen in het Nederlands te zien. Ja. Oh, maar dat vind ik sowieso wel mooi. En ik denk trouwens dat we even lekker tosti gaan eten, want anders wordt het koud. Ja. Maar dat vind ik ook wel heel erg mooi. Dat het is niet zo dat als je een jongen ziet in een serie, dat het ook is ingesproken door een jongen. Het kan heel vaak gewoon anders zijn. Ja, want... Kijk maar naar Ash, hè? Ja. Ash ook, dat is gewoon door een vrouw ingesproken, terwijl het gewoon een jongen is. Ja, dus, daar komt nog... wij gaan beginnen aan tosti eten, want anders wordt het koud. Kletsen, de tosti is koud. Ja. Koud. We gaan lekker smikkelen. We hebben een leuk gesprek gehad, we hebben even tosti gegeten, even wat vers gesperst sap gedronken. Echt super lief, heel erg lekker, dankjewel daarvoor. En we hebben nu even nagedacht en wat we gaan doen... is dat er komt een gesprekje tussen de, zeg maar, de echte Dr. Dovensmit, die zit natuurlijk daar. En dan hebben we de neef van Dr. Dovensmit, Bastiaan. En die heeft Dr. Dovensmit al heel erg lang niet meer gezien. Dus dat wordt een soort van reunie. En daar gaat het gesprekje over. Ja, wat is dan fijn als we dan echt een beetje een scenario doen van dat... dat lijkt mij in ieder geval heel erg leuk. Dat wij... Ja, dan komt aan de deur. Aan de juist, en precies. Ja, ja, bezig. En dit is zeg maar de hele... Dit is mijn werkplaats. Ja, en dan kom jij natuurlijk binnen. Zo van, ga je achter de deur staan? Kom alvast een beetje in de rol, hè? Deze aan zo. Ja, is goed. En dan klopt Bastiaan. Oh, daar klopt iemand op de deur. Het zal toch niet Perry het Vogelbekdier zijn? Hallo? Bastiaan! Heinz! Mijn lang vergeten neef! Hallo! Wat leuk om het weer te zien! Ja, wat leuk! Ja. Nou, dat is lang geleden. Ja! Volgens mij de laatste keer dat we elkaar hebben gezien was in Gimmelstump. Ja, dat klopt. Toch? Ja, toen kwam je bij me kijken toen ik door de wolven werd opgevoed. Ja. Weet je nog? Ja. Of waren het apen? Ik Hoe weet gaat niet het meer. Met uw inator? Nou, ik zal je even mijn nieuwste inators... Oh. Hier staat een van mijn nieuwste inators. Ja. Dit is een microfoon-inator. Daar kun je in praten. Oh, mag dat eens proberen? Ja? Hallo, ik ben Bastiaan Dovensmit. Hans Schouw, de microfoon-inator. Ja, Schouw. Daar zit een klein risico in dat die gaat ontploffen. Oh. Maar dat is met al mijn inators. Ja, maar ik heb nog een ander model. Kom je even mee naar mijn werkplaats? Ja, zeker. Kijk, ik zal het even demonstreren. Ja, oh.
anderen staat hier natuurlijk wel een beetje in de hoek verstopt. Ja, want dat mag niet iedereen meteen zien. Kijk, ik heb hier dus nog een ander model. Oh, daar gaat bijna mijn ding. Kijk, dit is ook wel een leuke. Oh, wat mooi. Ja, zo dit... moet je hem niet houden, want dat maakt een rare indruk natuurlijk. Ja, dat is... Daar gaan de mensen wat van denken. En dit is de... Dit is de blauwe microfoninator. Ja. Oh, nee. En dit is een kleine zusje in het geel. Ja. Nou, leuk toch? Zeer ja, leuk. Zeg maar, wat, vertel eens even, Bastian. Wat heb je al die jaren uitgespookt? Oh, ja. Ik kom goed. Het is moeilijk, hè? Ja, dat snap ik wel. Ja, neefje is altijd al een beetje verlegen geweest. Maar ja. Dat is juist zijn charme. Hè? Nou, als je naast de echte doofensmid staat, nou dan. Ja, dat snap ik wel. Als je echt wordt meegenomen in een gesprek, ja. Dan kan je af en toe een paar kleine dingetjes reageren. Maar als je zelf iets moet bedenken, dan kan ja, het. Ja, ik heb gewoon die standaard zinnetjes van Dr. Doofensmid. Ja, mijn hoofd geleerd, ja. Weet je wel. Van, moet je kijken. Moet je die kijken, weet je wel. Maar ja, ik vind... Akinator. Ja, want ik zeg altijd Akinator. Maar het is, Akinator. Ja, Akinator. Dat is een of andere programma waar je bekende mensen op kan zoeken. Ah. Maar het is Inator. Het is een Inator. Ja, dit is ja, de microfoon. Maar je hebt gewoon je eigen interpretation. Ja. Weet je wat mij nu heel leuk lijkt? Nou. Als jij dan Stitch gaat leren van hem. Een beetje proberen. Oh, dat is misschien ook een leuke idee. Dat is zeer leuk. Die Miron. Hij denkt, dan ben ik haar lekker vanaf. Nou, oké, jongen. Maar ja, Stitch, ja, hoe dat... Dat is wel moeilijker, denk ik. Het punt is, een stem moet je altijd plaatsen ergens in je hoofd. Hè? Want je hoofd is een klankkast, je mond, je keel. En Stitch is een keelstem. De neefjes zijn dat ook, hè? Kwik en Kwak zit ook achterin. En Stitch zit er dan weer een octaafje lager. Ja. Dus je moet om te beginnen, denk ook maar eens aan Kermit. Dat is ook een keelstem. Oh, Kermit de Kikker. Doe eens. Gaat goed. Ohana betekent familie. Ohana betekent familie. Jouw stem slaat over. Ja, dat is een beetje dat is wat Doofensmeert natuurlijk kenmerkt. Dat die stem die gaat de hele tijd, die gaat zo heen en die jodelt eigenlijk. Ja, die gaat heen en weer. Ja, dat is dat gimmelstoemse gejodel. Maar die Stitch, die doet dat niet. Dat zat hier. Wow, en daar zitten de neefjes ook, hè? De neefjes zitten ook achter in de keel. En Stitch gaat dan gewoon een octaaf naar beneden. Ohana betekent familie. Wow, familie dat's... betekent Miron. Maar zo klink ik als ik aan de heliumballon zit. Ja, heel dat knap. Komt wel in de buurt hier met die helium. Maar dan is Doofsmits nog wel het makkelijkst. Ja, nee. Nou, want dan moet je ook op een hoop dingen letten, hoor. Ja, dat geloven ze. Doofsmits is een pittige rol. Ik denk dat het toch... Een soort van gebalanceerd, niet gebalanceerd is. Snap je dan wat ik bedoel? Nou ja, hij is natuurlijk volslagen geschift, toch? En het gaat alle kanten op. Juist omdat het helemaal zo... Dat het hoog en laag gaat. Dat is toch wel een soort van... En snel en langzaam. Ja. En dan ineens heel zacht. En ineens... Waah! Ja. Maar heel eerlijk, vroeger had je toch ook een beetje een haat-liefde verhouding met Dr. Doofensmeer. Soms dan dacht je dan komt hij weer. En dan uiteindelijk vond je hem toch wel leuk. Zo weer, want dat gebeurt altijd. Wat ik altijd echt het allermooiste vond, en ik weet niet of het leuk is om te horen, maar wat ik echt het allermooiste vond, is gewoon het meest onverwachte altijd. Dan was er iets gebeurd en dan... Perry en Vogelbek hier. Het is zo simpel. En wat het is ik dan zo grappig altijd vond, dan eerst een Vogelbek hier en dan zette die zijn hoedje op. Perry en Vogelbek. Ja. Dat is gewoon jeugd. Dat maakte gewoon alle verschil. Ja. Hoe dom kun je zijn dat je dat niet ziet? Ja. Maar dat maakt Doofensmeert zo leuk. Hij is geniaal en tegelijkertijd oliekoekendom. Ja. Maar eigenlijk wat je nu zei, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Ja. Zo mooi, hij stond daar dan inderdaad. Ja. Maar doe je dat ook na? Dan kan je nog één keer doen. Een vogelbek die aan. Bas, het vogelbek die aan. Ja, zo mooi. Zo mooi. Ja, zo in zijn keel, zo. Ik kan het niet nadoen. Nee, dat is echt moeilijk. Ik ook niet.
Maar ik vind het ook echt wel knap hoe je erbij kan acteren bij de stem, zeg maar. Want ik heb zelf met mijn stemmetje van Chuck, die gele vogel, dat ik wel eens wat beweeg. Want ik vind het altijd zelf fijn om te staan, dus dan ga ik wat bewegen en wat gekke dingen doen. Ik weet eigenlijk geen eens wat ik doe. Maar ik vind het zo knap dat je dan zelf zo helemaal in je rol kan zitten en dat je dan ook gewoon de beweging... Maar jij deed dat ook hoor, schat, in die studio. Jij was ook aan het bewegen. Ja, ik heb het gezien. Ja, ik vond het zo leuk om te zien toen. Dat was echt heel interessant. Gefilmd, hè? Ja, ja. Ja. Het is heel erg interessant, maar ik weet niet. Ik vind het je moet die figuur worden. Ja, je moet het echt voelen. Heel raar. Dat doe je wel erg goed. We moeten toch die witte jassen. Een hele leuke opmerking van Arnold Gelderman. Die zei een keer... Als Bob de neefjes inspreekt, dan verandert zijn mond in een snavel. En dat is het dus. Hè? Het is gewoon, die figuur heeft een bepaalde gedaante. Ja. En die gedaante, ook de vorm van het gezicht, van het hoofd, zorgt ervoor dat hij een bepaalde klank krijgt. Ja. Dus je gaat als vanzelf ga je iets met je mond doen, met die klankkast. Wat ik net zei, je plaatst het achter je keel of juist voor in de mond. Of je maakt hem nasaal. Ik zeg nu gewoon die vleugeltjes in en dan ga ik ineens naar zaal. Als iemand zie met zo'n grote neus, dan ga ik naar zaal praten. Dat is echt leuk, hoor. Dat is echt knap, hoor. Maar heb je hier veel op geoefend? Ja, weet je, ik was als kind al met poppenkast poppetjes in de weer. Ook met de vingerpoppetjes. Ja, ik had, ik had echt, het was een zootje, die poppen voor mij. Ik had bijvoorbeeld een heks, daar had ik alleen het hoofd nog van. Dus die noemde ik dan ook altijd de naakte heks. De naakte heks, die was gewoon bloot. En had je dan ook zo'n soort van microfoon waar je gewoon af en toe in kon spreken? Nee, ik heb gewoon, ik zette een poppenkast neer. En dan kwamen de kinderen uit de buurt. En dan ging ik langs met de pet, want er moest wel gedokt worden. Hè? Ja, ook een beetje zakelijk. En als ze dan allemaal 5 cent erin hadden gedaan, dan ging ik daar. En dan deed ik alle stemmen. Wow. Het prinsesje, de aap, de dood, de draken, de verzin het maar. Maar is het dan ook een gek vraag als ik vraag, had u niet acteur willen worden ook? Ik heb een heel klein beetje geacteerd. Maar om te beginnen, op het toneel ben ik volkomen ongeschikt voor. Want dat vind ik zo knap van die toneelacteurs. Dat die lappen tekst uit hun hoofd kunnen leren. Oh ja. Ik kom niet verder dan 3 regels en dan zeg ik... Hoe was het ook weer? Ja. Dus ik heb heel veel moeite met tekst onthouden. Zelfs mijn eigen liedjes die ik schrijf. Daar moet ik nog wel eens een speakbriefje hebben. Anders denk ik, hoe was het tweede couplet? Oh ja, snap ik. Dat heb ik dus ook al gewoon heel slecht. Wat ik heel knap vind, is met Kwik, Kwek en Kwak... dat je eigenlijk 3 persoonlijkheden in 1 keer doet. Achter elkaar de hele tijd. Maar ze klinken allemaal hetzelfde dus, blijkbaar. Min of meer. En toch bepaalt het karakter de uitstraling. Want het zit allemaal in hetzelfde bereik. Maar voor mij, ik maakte het onderscheid. En ik onthield nooit wie Kwik, Kwek of Kwak was. Maar ik keek dan naar de kleuren van de jasjes. Hè, rood, groen, blauw. Ja. En dan wist ik, die rode, dat is een felle. Hè, dat is een beetje brutaal kreng. Terwijl die groene, dat is de liefste van de 3. Dus die praat dan ook een beetje liever. En die andere is meer een beetje zo. Weet je wel? Ja, precies. En zo maakt hij het karakter. Ja. Het was in feite dezelfde stem, maar anders gebruikt. Ja. Dan kan je zo'n heel gesprek tegen elkaar opvoeren. Ik had dan in die tijd, dan ging dat nog op een Ampex-band. We hadden nog geen computers om dat in te doen. Het duurde ook allemaal veel langer, want dan moest die band elke keer weer terugspoelen. Voordat je weer even een stukje kon doen. En ik had dan op die band, daar zaten 30 sporen op of zo, had ik 2 spoortjes. Want dat was in de regel genoeg. He, dus als ze met elkaar in gesprek waren, konden ze dan ook door elkaar heen praten. Of als ze uit een helikopter donderen in een ravijn of zo, dan konden je er 2... En als je dat dan op 2 verschillende toonhoogtes doet, dan klinkt het alweer als een koortje. Ja. Ja. Dus zo heb ik het gedaan. Wow. En kunnen wij dan nu, zeg maar... Ik doe voor de rest nooit iets van Dr. Dovensmit zijn steltje, zeg maar. Maar wil je eens iets zeggen van... Hallo, ik ben Dr. Dovensmit? Hallo, ik ben Dr. Heinz Dovensmit. En doe jij dat nu eens? Hallo, ik ben Dr. Heinz Dovensmit. Hallo, ik ben de achterneef van Dr. Dovensmit. Zullen we dat nu doen? Mag ik jullie voorstellen? Enzo Dovensmit. Mijn achterneef. Mijn naam is trouwens Bastiaan Dovensmit. En mijn naam is
achterneef van Heinz, dokter Dovenschmidt. Ik ben namelijk Enzo. Enzo, ja. Dus kunnen we dan hoe heet ik ook alweer? Ja, Enzo. Wat is mijn naam? Kunnen we dan nu een klein rolletje spelen, zeg maar? Dat Bas en ik dan samen bij jou aan de deur komen. Dat we bij jou... Tuurlijk. Hier... Word je toch acteur nu ineens, hè? Mijn nichtje heb ik hier ook, hè? Ja. Miron Dovenschmidt. Hallo, Miron. Lang niet gezien. Nee. Wat zie je er goed uit vandaag. Ah, dank je wel. Ja. Ja, dat lijkt me wel lachen. Ja, dan ga ik met jou mee en dan gaan we kijken of we dat een beetje kunnen doen. Dat vind ik wel leuk. Oké, dan kloppen wij wel. Ja. La, 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 la. Oh, wat zal ik vandaag eens even gaan doen? Ik weet... Oh, er klopt iemand aan mijn deur. Het zal toch niet per heer Vogelbeekdier zijn? Of een andere onverlaat? We gaan eens even kijken. Oh, de deur gaat er langzaam open. Hallo? Heinz? Hallo? Het is niet waar. Heinz! Het is Enzo Dovenschmidt. Oh. En het is Bas Dovenschmidt. Oh. Oh. Ik ben in shock. Ik heb nog nooit zoveel familie op bezoek gehad. Het is zo lang geleden, Hans, dat wij elkaar hebben gezien. Menschenleven geleden. Ja, misschien wel twee menschenleven geleden. Ja. Ik kan daar maar niet meer aan herinneren. Ik ben toch niet jarig of zo? Waarom krijg ik zoveel bezoek? Nou... Want zelfs bij mijn geboorte was niemand aanwezig, ook mijn ouders niet. Oh, Heinz, hij begreep. Jij gaat gewoon Drents proberen te vragen. Volgens mij hoor ik nu iets uit landen. Ja, de afkomst verloor ik natuurlijk niet. Kom jij uit Assen of zo? Was het Assen of was het niet Gimmelstum? Een beetje Duits. Wij hebben begrepen. We hebben. We hebben begrepen. Dat is een feestje hier. Ja. Ja, feestje. Ja, maar er komt nooit iemand op mijn verjaardag. Nee, maar wij zijn nieuwsgierig naar een Inato. Ja, nieuwe Inato. Oh, jullie komen mij helemaal niet visiteren. Nee. Ja, jullie komen mij inateren. Ja. Nou, kom dan maar even mee. Oh, dank u. Nou, dat is leuk. Loom, Bastiaan. Loom. Dit is een originele Inato. Oh, is dat aan? Wat doet deze knop? Dat is aan en dat is ooit. Oh, ooit. Ja, is dit zelfvernietigingssignator? En er is ook nog een knop ergens. Als je daarop drukt, dan ontploft het hele gebouw. Oh. Oeh. En jullie ook. Nee. Moet je kijken. Wat mag ik erop drukken? Nou, vooruit dan maar, omdat je mijn achterneefje bent. Kom. Oh. Oh. Wat gebeurt er? Oh, nee. Oh, nee. Wat gebeurt nu? Oh, we komen weer terug. Oeh, we zijn nu beland. Oh, dokter Dovenschmidt is weg. Hij is Heinz Dovenschmidt. Oh, hij komt aanvliegen op de baan. Oh, ik ben gewoon bang. Wat gebeurt er nu, Bastiaan? Kom maar weg. Pak je aan hoor. Pak je van mij af. Zet hem aan. Zet hem uit! Wat een chaos! Het is iets heel anders geworden, denk ik. Maar wel zoveel chaos als Finish en Verb ook kon zijn. Toen is er een studio van Dovenschmidt stuiten gezet op mijn achterneefjes. Nu snap ik wel heel goed wat jij bedoelt. Dat het lastig is om iets zelf te verzinnen en dan toch in een andere stem van... Daarom vind ik het zo knap dat je dat kan. Ja, het is echt knap. Je hebt gewoon die zinnetjes, weet je wel. Die standaard zegt, die hallo dokter Dovenschmidt. En aanschouw, per het vogelbekje. Ja. Maar dat zijn gewoon die zinnetjes die zo vaak herhaald worden in die serie, dat je dat onthoudt. Maar dat blijft gewoon hangen. Ja. Maar dat je gewoon simpel iets werkt. Ik kan Enzo, dat kan ik ook niet in Dr. Dovenschmidt. Enzo, daar moet je een theetje in doen. Enzo. Enzo. Enzo Dovenschmidt. Enzo Dovenschmidt. Bastiaan. Maar ja, het scheelt ook wel heel veel dat jij dan heel goed Duits kan. Want wij kunnen allemaal niet echt goed Duits. Ik heb de mazzel, ik ben in Duitsland geboren. Ja. Weliswaar heb ik Nederlandse ouders. Maar ja, ik heb er wel 8 jaar gewoond. Precies. En ik heb ook eerst Duits leren schrijven en pas later Nederlands. Ja. Ja, iemand heeft ooit een keertje gevraagd aan mij of ik Duits kon praten. En toen zei ik, ja zeker. En zei, zeg dan iets in Duits. En toen zei ik, hast nicht getan gemusen.
Nou, klinkt dat volkomen helemaal overtuigend. Niks. Ja, ik weet niet welk dialect dit precies wat is. Wat betekent het dan? Betekent het niks? Hasniketankemoesen. Dat zei ik. Ik dacht iets van, heb je taart nog gegeten? Het klinkt wel. Ik denk juist aan, dat had je niet moeten doen. Echt? Vanaf echt jarenlang, zo lang geleden, heb ik dit ooit een keertje verzonnen. En gewoon Hasniketankemoesen. Omdat ik dacht, wow, dat klinkt zo Duits, maar het betekent helemaal niks. Nee, het is gewoon nog. Het klinkt wel een beetje Duits, ja. Gemoesen, gemoesen. Gemoesen is toch iets van groenten of zo? Gemoesen of zo? Gemoesen is groenten. Ja. Groenten? Gemoesen. Ook dat gemoeten. Nee, gemoesen. Dat zie je altijd op de kaart staan. Hasniketankemoesen. Dus heb je nog groenten gegeten? Of had je dat niet moeten doen? Ja, dat denk ik ook. Dat had je niet moeten doen. Of had het nog niet gedaan gemoeten? Ja, zoiets. Maar wat nou zo grappig is? Ik had het over Gimmelstump, hè? Dus waar Dovensmits is geboren. Ja. En dan loopt hij ook in een lederhoze. Ja. Dat is mijn jeugd. Ik ben geboren in Garmisch-Partenkirchen. Ik heb ook in een lederhoze gelopen. Wow. Ik ben niet door wilde dieren opgevoed. Mijn moeder was aanwezig bij mijn geboorte. Dat weet ik zeker. Een perfecte rol voor jou, Heinz. Maar het was me op het lijf geschreven. Maar Garmisch-Partenkirchen is toch bekend van de schansen van springen? Van het schanspringen. Ja. Ik kwam daar vol van de schans geworden. Zo mooi. Dit. Ja, dat is wel zo echt geniaal. Ik vind het echt superleuk. Ik vind het sowieso super, super gaaf dat je de tijd wilde nemen dat we langs konden komen. Ja, echt tof. Echt heel tof. Daar ben ik echt dankbaar voor. En ik weet zeker dat er genoeg mensen zijn die dit echt fantastisch vinden. En die dan de jeugd weer achter zoveel stemmen nu gewoon ontdekt heb. En nu gewoon weet. En nu weet je ook wie te bedanken. Ja. Want vaak is het natuurlijk zo, je ziet het programma en denk je, ja, Kwik en Kwak was leuk. Maar nou, nu weet je gewoon wie er deels achter zit. Dat wordt natuurlijk met een heel team gedaan. Maar de stem, daar kan je niet omheen draaien. Daar staan we naast, dat is Bob. Ja. Ja, en Stitch, en Stitch. Agana, wat betekent familie? Ja. Wat betekent Enzo Knoop? Familie, we zijn nu familie. En ook. Oh. Ook. Gewoon. Maar die staat op film. En nu als afsluiter nog E.T. nog even voor Enzo. E.T. ja, dat is zo mooi. Ja, maar E.T. die had al een lastige tekst ook eigenlijk. Dat waren geen hele lange zinnen. Nou, ik weet nog dat is dat stukje dat hij verstopt zit in die schuur. En dat hij niet ontdekt mag worden. Ja, en het is een helemaal spannend, hysterisch moment. Ja. En dan daarna komt steeds meer actie, spanning. En dan zit ze in die fiets en dat is het magische moment. In die fiets dat hij omhoog gaat. Ja. Want dan ook de vinger is een beetje de magie. Gloeiende vinger. Ja, ja. Die gloeiende vinger. Nou, het mooie is, dus ik heb hem inderdaad ingesproken. Maar sommige dingen mocht ik in de tekst niet vernederlandsen. Daar hebben ze wel over gebakkeleid. Maar E.T. van Home mocht niet veranderd worden in E.T. Belhuis of zo. Dat nee, precies. Dat is lastig te vertalen ook weer. Nou ja, ze zeiden Nederlands. De Nederlanders die zitten zo dicht op dat Engels en zijn zo vertrouwd daarmee. Dat E.T. phone home is in Nederland gewoon een begrip. Klopt. Moet je niet aankomen, niet E.T. belhuis. Dus ik heb gewoon opnieuw ingesproken. E.T. phone home. Ja, wow. Hetzelfde. Ja. Maar het klinkt, die stem is ook wel echt een beetje buitenaards, inderdaad. Heel veel mensen kunnen niet die klank, denk ik. Ben je ooit in Madame Tussaud geweest? Ik weet dat jij vereeuwigd bent als wassenbeeld. Maar E.T. ook. Sta je er nog? Ja, ik sta er nog. Ja, zeker. Ja, het lijkt nog goed genoeg dat ik er dus nog sta. Maar je lijkt er niet meer heel erg veel. Ja, op een gegeven moment ga je minder lijken. Ja, dat vind ik wel. Dat is wel zo. Dat gaat eigenlijk best wel snel. Dan ga je toch wel zien van in 3-4 jaar tijd hoeveel je eigenlijk verandert als je naast zo'n wassenbeeld staat. Maar de reden waarom ik het zeg is omdat ik heb op de fiets gezeten waar E.T. voorop zit. Want staat ook in Madame Tussauds. Ja. Dus dat is wel echt geil. Die heeft gewoon een eigen E.T.-hoek, zeg maar. Ja, wist je trouwens dat de originele stem is ingesproken door een actrice die de hele leven lang te veel gerookt en te veel gezopen heeft. En die had daardoor zo'n ontzettende kraakstem. Ja. En toen hoorden ze haar, toen zeiden ze, dat is het, die moeten we hebben. Ja. Ja, en in die andere talen moest iedereen natuurlijk dat krakende geluid nadoen. Ja, precies. Wat grappig. Ja, ik vind het knap. Het is echt een bijzonder talent, vind ik, serieus. Zeker en weten. Ik heb daar heel veel respect voor. Ik vind het echt knap. Ik vind het leuk. Ja, nogmaals, kan niks anders zeggen dan dat ik hier wel echt vaker leuk op terug ga kijken. Dat is zo mooi. Ja. Doei doeg! Doei! Doei doei! Doei doei! Serieus? Een van de liefste mensen die ik ooit heb ontmoet. Echt hè? Wauw.
Wat een fijne, leuke energie. Echt waar. Ik kom gewoon met een glimlach hier vandaan. Ja joh, gewoon een beetje emotioneel zelfs. Zo leuk. Ja. Ja, echt helemaal ontroerd een beetje. Gewoon van hoe leuk die mensen zijn, hoe lief. En gewoon allebei ook hoor. Niet alleen Bob, maar ook de vriend. Echt super leuk. En ze wonen echt op een prachtige, mooie, rustige plek. En echt bijzonder dat je dan zoveel hebt ingesproken en eigenlijk hebt betekend voor mensen. Want de hele jeugd van sommige mensen is gewoon gebouwd op zijn stem. Kwikwek en Kwak, Lilo en Stitch, natuurlijk Barry het Vogelbek, Phineas en Ferb, E.T. En zo zijn er nog wel meer dingen waar hij bij betrokken is geweest. Nou, dat is wel echt heel legendarisch hoor. Dat was echt bizar. En zo net, toen Marion en ik even aan het praten waren met de vriend van Bob. Toen waren Bas en Bob even weg. En wij dachten, wat zijn ze aan het doen? Want ze gingen weer terug de studio in. En toen kwam Bas terug en zei Bas, ik heb de vetste voicemail ter wereld. Dus ik ga Bas nu even bellen. En dan moet je niet opnemen. En dan gaan we even luisteren naar de voicemail van Bas. Oké, daar gaat hij. Ja, hallo, dit is de voicemailinator van Bas. Bas is een beetje druk op het moment, maar je kunt gerust wat inspreken na de piep. En dan zal hij misschien wel met zijn telefoninator een keertje terugbellen. Oh my god. Zo mooi. Ik ga nooit meer mijn nummer veranderen of wat dan ook. Ik ben zo blij. Dit is zo goed. Dit is echt perfect. En dat heb ik één keer gedaan, hè. Niet eens één keer overnieuw. Die is zo goed. Geniaal, echt geniaal. Ik kan geen eens nadoen. Telefoninator. Ja, telefoninator. Ik vind het ook knap hoe Bob dat in één keer ook improviseert allemaal. Echt. Ja. Zo, ja, maar het is zijn creatie natuurlijk. Het is zijn stem. Ja. Dus hij hoeft alleen maar die stem op te zetten. En alles wat hij zegt, dat klopt gewoon. Omdat het zijn idee is. Ja, die personage is ooit getekend. In leven gezet en daar is een bepaalde taal aan vastgeknoopt. En hij heeft gewoon die hele Nederlandse flow erin gekregen van wat doe je? Ja. En gewoon dus de hele Dr. Dovensmit. Ja, dan ben je wel gewoon een genie hoor. Ja, zeker. En daar heb je echt super veel talent voor, dat is echt knap. En al helemaal met die intro song, die is gewoon helemaal zelf aangepast. Ja, echt bizar. Dat is zo knap. Ja, wat we hebben meegemaakt vanmiddag is wel uniek hoor. Dat is wel echt heel gaaf. Daar zijn we echt dankbaar voor. Ja, superleuk. Echt van genoten. Ja. Ja, we zijn ook best wel een tijdje geweest. Ja, we waren daar om 1 uur. Ja. 2 uur zijn we daar geweest. Ja, echt superleuk. Ja. Ik vermaak. Dus voor Bob en René, als jullie dit terugzien, echt super tof. Heel erg bedankt. En het cijfer wat Bob gaf voor het intronummer van Marion en Bas, was dicht bij een 10. Dus dat is een hele dikke voldoende. Alleen als we onze zangkunst iets beter maken, denk ik dat het een 10 was. Ja, dan wel. En de tekst nog beter uit ons hoofd leren. Ja. Want we zaten op een gegeven moment nog wel een beetje te struggelen. Maar ik vind het al best wel knap dat we gewoon bij de hele intro uit ons hoofd. Ja, dat vind ik ook knap. Ik heb al zo lang geen Phineas en Ferb meer gekeken, dus die intro zit er gewoon nog in van Ja, als je dat een paar keer kijkt, dan denk je wel. Klopt. Als je wat leuks wil achterlaten voor Bob, voor de stemmen die hij heeft ingesproken, laat even weten wat je hebt gekeken vroeger. En gewoon met wat leuke teksten bij. Dat zou ik heel erg waarderen, want ik weet zeker dat Bob dat gaat zien. Ja. Kijk, wat gebeurt daar? Toch is hij. Zie je dat? Ja, lijkt wel eens op je salaris. Ik heb de liefste kant op. Ja. Oh mijn god, holy shit. De klapband. De klapband. Ja, maar er rijdt ook wel exceptional. Zo, ruikt die rubber, joh. Kijk, ja. Oh, hij heeft een klapband. Oh, wij rijden daar gewoon achter, hè? Ik zei tegen jullie, wat is dat? Je zag gewoon... Maar hoe kan dat deze er rijdt? Ja, dat hij nu gewoon doorrijdt. Dat snap ik niet zo goed. Hoe kan dat convoy? Dat is normaal gesproken alleen voor breder vrachtwagens die buiten het weg... Buiten de maximale lengte steken. Wij dachten serieus dat het iets van stof was of zo, wat van een vrachtwagen kwam. Maar die vrachtwagen kreeg gewoon een klapband. Nou, gelukkig is er niks aan de hand. Er ligt een stuk rubber op de weg. Maar hij is de lading niet verloren. Als dat ook nog gebeurt. Ja, als die omslaat of wat dan ook. Geen idee wat erin zit, maar het leek wel zo'n vrachtwagen waar zo zand of zo in kan zitten. Bro, ik heb nog nooit een klapband van zo dichtbij meegemaakt. Ik ook niet. Dat was echt bijzonder, want het was echt 200 meter verder en ineens
wow, wat gebeurt daar? En ze zagen. Ja, en weet je wat het is? Ik ga nu even door mijn hoofd heen zo van, ik heb best wel vaak al ongelukken gezien, omdat ik heb nu 113.600 kilometer op de auto staan. Dus ja, dan ben je wel veel onderweg in 2 jaar tijd. En dan zie je ook best wel veel dingen. Ik heb wel eens vaker ongelukken gezien aan de overkant. Ik heb wel eens vaker ongelukken gezien op mijn eigen weghelft. Waar ik dan voorbij rij na een half uur in de file gestaan te hebben. In het buitenland hebben wij echt een heel heftig ongeluk gezien. Dat we ook echt gewoon mensen zagen liggen en zo. Dat was echt heftig. Ja. Dat filmen we nooit. Echt nooit. Want dat is gewoon niet oké. Dus zoals dit nu, wat ik gefilmd heb met die klapband, ik denk dat dat nog het minste is. Ja. Want ze zijn steeds strenger aan het controleren, ook met mensen die zelf aan het rijden zijn, die aan het filmen zijn, alle ongelukken en zo. Omdat, ja, dat willen ze niet verspreid hebben. Want stel voor, je hebt een ongeluk en er is iets mee aan de hand en je ziet dat later op internet, dan is het niet chill. Dus, maar ja, dit is denk ik nog zo klein dat een klapband, dat op deze manier, dat is gewoon precies wat we meemaken nu, zo voor ons. Ik denk niet dat het zo heel veel uitmaakt. Staat het ook op de dashcam, denk je? Ja, ja, zeker weten. Ja, ik heb gewoon die dashcam, die loopt 24/7. Ja, die moeten we dan. Dus alles op de auto voor en achter ons en een beetje aan de zijkant staat erop. Ja. Dus dat staat er ook op. Het is zelfs vaker zo met ongelukken dat je wel eens ziet dat de andere kant, terwijl daar niet eens een ongeluk is gebeurd, dat zelfs file is. Puur omdat iedereen zacht gaat rijden om te kijken. Ja, en dat is ook een beetje wat ze willen voorkomen. Daarom willen ze ook niet dat je dingen gaat filmen als je aan het rijden bent. Kijk, ik ben nu niet aan het rijden, ik zit ernaast. En we reden sowieso al zacht, hè, want je mocht 100 en sowieso reden we al 70 of zo. Dus het was echt een beetje een vage situatie. Maar inderdaad wat Bas zegt, soms aan de overkant is er file, omdat mensen op deze weghelft geïnteresseerd zijn van wat gebeurt daar. Dan gaan ze zo filmen, zo, wat gebeurt daar allemaal? En dan letten ze niet op en dan komt er ook weer een ongeluk. Dus ik denk dat dat een beetje de reden is. Nou, maak je sowieso wat mee op de terugweg. Een klep band. Oh my god. We komen alleen even de auto ophalen. Wow, we hebben ook helemaal geen tijd. We moeten over een kwartier ergens zijn. Ja, ik ga hier wel even neerzetten. Oh my god. Oh, dit is zo lullig, maar ik kan hier even niet op de foto. Nee, we moeten echt om 6 uur ergens zijn. Oh my god. Ja, die hebben de auto natuurlijk gezien. Ja, die auto staat nu de hele middag bijna in Woudenberg. En ja, blijkbaar ben ik populair in Woudenberg. Ja. Nou, doe maar even je zegje dan. Holy shit. Hallo! Hoi! Alles goed? Ja! Ik ga even binnen mijn autosleutel ophalen, ja? Ja! Hoi! Oké! Okay. Zo, dames en heren. Hij is APK gekeurd. En er was echt helemaal niks aan de hand. Hij zei, joh, dat ding is zo goed als nieuw. Het is echt een prachtige auto. Helemaal toppie. Dus ik heb mijn papiertje weer gekregen. Goed gekeurd. Alles erop en eraan. Dus daar ben ik helemaal blij mee. En ja, het is wat ik al zei. Ik vind het altijd een beetje lullig. Want mijn doelstelling is eigenlijk altijd dat waar ik ook ben, kan je met mij op de foto. Mag je met mij op de foto. En neem ik de tijd om op de foto te gaan. Alleen in deze situatie hebben wij gewoon een afspraak staan. En dat is niet echt te verzetten, want we kunnen daar maar een uurtje zijn. En dat uurtje willen we graag wel gebruiken. Dus vandaar. Even kijken, ik weet geen eens waar ik heen moet. Ik moet even navigatie instellen. Zo, maar wow, ik zag die hele groep mensen staan. En ik zei tegen Marion, oh mijn god, dat is voor de autogarage in Woudenberg. En Marion zei, dat kan niet. Ik zei, ja, serieus? Ja, hoe weten ze dat dan? Ik zei, ja, die auto die staat daar, die zien ze natuurlijk. Even wachten op Marvin. Er wordt vaak gezegd ook als ik in deze auto zit, reffen, maar deze auto is een diesel, dus die maakt geen geluid eigenlijk. Los van de foto die ik niet één op één met iedereen heb kunnen maken, moet ik toch zeggen, om het even positief te benaderen, dat het is wel zo dat ze allemaal foto's hebben kunnen maken van überhaupt mij en de auto, niet alleen de Porsche, maar ook de Lambo, en filmen en iedereen die was ermee bezig. Dus hopelijk is iedereen alsnog gewoon blij. Laat ik het zo zeggen. Maar ik voel me dan altijd een beetje naar. Want ik vind het dan jammer. Ik wil het liefst dan even met iedereen een fotootje maken. Oké, goed. Ik ga de navigatie even instellen op de auto. Dan hoef ik niet op mijn telefoon te kijken. En dan gaan we even verder rijden. We zijn meteen bezig. We zijn meteen lekker aan de slag gegaan. We hebben namelijk precies een uurtje de tijd hier. Pim die is er niet. Die heeft vandaag papa dag. Dus die is lekker met de kinderen. Maar wij hadden precies een uurtje hier de tijd om nog even te sporten met z'n tweeën. En dat uurtje wilden we het liefst zoveel mogelijk gebruiken. Dus we waren maar 2 minuutjes te laat hier. Dus nu gaan we gewoon de rest van het uur gewoon volledig lekker sporten en er gebruik van maken dat we hier weer alle materialen kunnen kapot maken.
Dus we hebben al even buikspieren gedaan en ik ben nu de rug gaan trainen. Dus dit is wel echt weer lekker. Heerlijk. Geen beentjes voor jou vandaag, hè? Geen beentjes voor mij vandaag. Als ik het schema maak, ben ik eigenlijk te lief voor jou, want ik vraag dan... Wil je beentjes? Wil je benen vandaag? Nee, klopt. Maar ik moet zeggen, ik heb al benen gedaan begin van deze week. Dus het zit goed, het zit goed. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily, but I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars, oh, I'll stick like glue inside your mind. Myron die is meteen vanuit het sporten naar de winkel gegaan om even boodschappen te doen voor het eten. En ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ben in een goede bui en ik heb super veel zin om even wat leuks te halen voor de onderbuurvrouw en voor de overbuurvrouw. Dus ik heb hier 2 mooie pakketjes gehaald. En ja, die ga ik nu even langsbrengen. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Ik denk dat het wel even leuk is. Hoi. Hoi, joh. Hoi, schat. Hoe gaat het? Goed, met jou? Ja, goed. Lekker boodschapjes. Ik heb lekker boodschapjes gedaan. Lekker hoor. Top, ja? Nou, daar gaan we, dames en heren. Ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Oh, wat is dat aardig. Vind je dat mooi? Ja, vind ik leuk. Alsjeblieft. Ja, is dat voor jullie? Ja, dat is voor jou en Gert. Oh, wat schaardig. Vind ik hartstikke leuk. Wat vind ik? Kijk, ik stond eigenlijk op Jean even te wachten met het hondje. Ah. Maar Jean is denk ik toch weg. Oké. Okay. Dit, oh, wat leuk. Nou, geniet ervan. Ja, maar dat doe ik al. Mooi zo. Fantastisch, jongen. Nou, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, we spreken elkaar weer. Wat is dat? Ja, gewoon zomaar, omdat ik jullie zo leuk vind als onderburen. En we hebben nog maar een paar maandjes, hè? Dan ga ik verhuizen. Dus, ja, in februari ben ik hier als het goed is weg. Ah, jammer. Ja. Ja, ik vind het ook wel jammer. Ja, dat snap ik. Ja. Ik vind het ook wel jammer, maar ik heb dan wel een hele grote tuin. Nou, dit is wel heel goed voor je dat je doet. Ja. Je krijgt misschien een groter huis als het appartement, ik weet het dus niet. Ja, ja, klopt. Maar het is buiten, je bent vrij. Ja. Je hebt het gezeik niet meer waar je komt. Klopt. Ja, luister, ik zeg het, maar het is ook zo. Ja, nee, maar klopt. Maar daarom even een klein cadeautje. Oh, wat lief. Dus, nou geniet ervan. Ik ga naar boven om maar deze eten klaar. Eens. Dank je wel. Geen probleem. Doeg. Hou van jou. Zo mooi. Haar reactie ook zo geweldig. Maar weet je wat het mooie is? Ik heb niet alleen wat voor de overbuurvrouw, niet alleen wat voor de benedenbuurvrouw, maar ik heb ook wat voor Myron. Maar dat weet ze nog niet. Ik vind dit nog steeds het vetste wat er is. Oh my god. Thijs, bedankt voor deze deurmat. Hij is zo vet. Echt niet normaal. Gruwelijk. Oké, dan gaan we even naar de studio. Oh, hier heb ik het liggen. Hier heb ik het verstopt. Kijk. Nou, ze vond het helemaal geweldig. Ja? Ja. Ik heb ook iets voor jou gehaald. Wat heb je voor mij gehaald? Hoi, joh. Pokémonkaarten? Nee. Geen Pokémonkaarten. Oh, wat lief. Dankjewel. Als het iets met chocola is, dan ben ik blij, hè? Ik denk dat het is. Ja. Oh, die is echt mooi, hoor. Die is wel leuk, hè? Oh, lekker. Hebben we net gesport. Ja, maar misschien vanavond een klein stukje. Bij de koffie. Ja, misschien wel. Oh,
Wat lief, dankjewel. Alsjeblieft. Omdat jij ook een hele leuke buurvrouw bent. Elke ochtend word ik naast je wakker, hè? Dus ja. Je buurvrouw. Zeg, hey buurvrouw, wat is er nou? Nou, ik heb dit gehaald voor je. Oh, lekker proteïne shakejes. Ja. Ja, lekker hoor. Even bijvullen, hè, die eiwitjes. Dankjewel. Weet je wat ik nu al meteen zo naar vind van deze tijd? Nou? Donker. Ik deed dit. Weet je wat ik nu zo naar vind aan deze tijd? Ik doe meer met mijn handen altijd qua praten dan dat ik zelf door heb. Maar vind je dat gewoon naar? Nee, vind ik niet vervelend. Ik vind dat wel fijn. Want heel veel mensen, daar kan je gewoon duidelijk uitleggen. Ja, nee, ik had het over donker zijn. Oh, ik dacht dat ik zo met mijn handen bewoog tijdens het praten. Nee, ik vind dat ook wel goed hoor. Want het is veel beter dan dat je zo stil staat en staat. Ja, nou, ik vind dat het donker wordt. Nu zo snel donker vind ik echt heel vervelend. Ja, dat vind ik echt jammer. En het is best wel koud hè, buiten. Ja, maar ook wel een beetje gezellig toch? Ja, gezellig. Nou, wat is hier gezellig aan? Alles donker. Alleen deze lichten staan aan. Wat raar. Maar ik weet niet, ik vind dat ook altijd wel weer wat hebben als het dan weer wat kouder wordt. Als je dan naar buiten gaat, doe je zo'n lekker jas aan en dan straks een lekker mutsje op. En dan ga je zo lekker naar buiten en dan is het gewoon lekker donker. Of in de ochtend is het ook nog donker, vind ik ook altijd wel wat hebben als je dan wakker wordt. Ja, dat is waar. Maar de zomer heeft natuurlijk ook iets moois. Elk seizoen heeft iets moois. Maar iedereen weet dat herfst wel mijn favoriete seizoen is, omdat de blaadjes dan zo mooi zijn. Oh. Nou goed, we gaan in ieder geval lekker eten. Daar heb ik heel erg veel zin in, want we hebben lekker gesport. Dus dan kan er ook wel heel wat in. En we eten vanavond lekkere wraps. Oh, wat hier allemaal in zit, dat is gewoon een presentje. Dat is gewoon een lekker presentje. Een ingepakt cadeautje. Dankjewel. En we zijn ondertussen gewoon even op Twitch wat streams aan het kijken. Op dit moment, om specifiek te zijn. En ik vind het wel gaaf dat Marjon ook wel interesse ervoor heeft. Anders geeft ze me ook geen League of Legends kaart van 20 euro. Het is een livestream van League of Legends. Er zijn gewoon 230.000 mensen naar aan het kijken live nu op Twitch. Het is echt insane. Maar dat is e-sports, dat is echt heel vet. Maar goed, zal ik jullie niet te lang meer verder. Maar dit wordt zo lekker. Oh, ik ga even een goede bite nemen. Oh, en weet je wat trouwens superleuk is? Kijk, ik had voor de deur neergelegd ja, van de overbuurvrouw. Want ik dacht dat ze niet thuis was. En zegt ze, oh wat lief, van jullie zomaar, komt goed uit. Ik heb een dip vandaag. Kus. Oh. Wat geniaal, hè? Dat is dan weer perfect. Ja, dat is echt top. Dat je dan zoiets doet voor iemand, gewoon uit niets, uit liefde. En ja. Dan komt het nog goed uit ook. Daarom, complimentje geven is gratis. Dit cadeautje niet, maar kwam wel op het juiste moment. En moet je af en toe wel even doen, dat is heel leuk. Huh? Wow! Oh mijn god. Holy shit. Kunnen we hier veilig tussendoor? Dat denk je wel. Link misgegaan. Oh mijn god. Wow, tweede ongeluk op deze dag. Ik ga snel naar huis en ik kom niet meer naar buiten. Nee. Zo, maar hoe ziek, hè? Ik was erin letterlijk dagen, we zijn daar 5 minuten geleden lang. Ja. Dat is net gebeurd. Wat? Ja, ik moet zeggen, die rotonde is ook wel echt heel vervelend, hoor. Die is super onduidelijk. Maar goed, er lag aardig wat glas op de grond. Maar ja, wat wil je doen? Een auto tegen een bus. Vooral zo'n grote connectiebus, jij gaat niet redden. Nee, maar het glas was van die bus. Echt? Ja, die deur van die bus was eruit. Oh, dat zag je helemaal niet. Het glas was helemaal kapot. Ook van de auto, maar ook van de bus. Holy shit. Zo dames en heren, we liggen lekker in bedje en echt geniaal. Marjorie is de vlog nu aan het terugkijken van dat we op de kinderen van Sheet aan het passen waren. En echt zo ontzettend geniaal. We zijn nu bij het gedeelte dat Luciano poepie heeft gedaan in zijn luier. Oh, poepie, ja, echt dik stond. En zijn hele rug zat eronder en zo. En Marjorie ging het verschonen en het was echt hilarisch wat hij ook zei en zo, echt. Ik heb me echt doodgelachen. We liggen nu lekker op bed. Voor 12 uur. Dat is ook de tweede keer van deze week. Best wel netjes. Nu moeten we ook nog gaan slapen. Maar dat gaat wel goed komen. Want wij moeten morgen best wel vroeg opstaan. We gaan namelijk naar Duitsland. En daar heb ik heel erg veel zin. Want morgen gaan we het cadeau geven aan je vader. Wat hij al wist. Maar ja. Het is voor je vader zijn verjaardag. Dus dat is wel echt super tof. Dus dat gaan we morgen doen. Hopelijk zijn jullie er dan bij. Vergeet niet het duimpje omhoog niet te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette... Peace. Knol power.